Lieve Vacanze Col Cuore vrienden, goedemiddag. Voor degenen die mij nog niet kennen, voor onze nieuwe vrienden op Facebook, ik ben Leonardo van der Loo en ik ben verantwoordelijk voor de resorts in Noord-Italië van de vakantiegroep Vacanze Col Cuore. En voor degenen die mij al kennen, welkom weer bij mijn wekelijke update over het coronavirus situatie in Italië. Ik hoop dat het met jullie allemaal goed gaat. Met ons gaat het goed. Het weer is prachtig. Een lekker zonnetje. Het is warm. Het is vol met bloemetjes, zoals jullie op mijn video kunnen zien. Dus het sfeertje is heel positief, zeg maar. En het aantal nummer van zieke mensen is nog steeds aan het dalen in Italië. Ik had het vorige week al gezegd. En deze trend is deze week ook door aan het gaan. Dus we zijn uiteraard heel blij hierover. En ze hebben vanmorgen op de radio en op het nieuws gezegd dat we vanaf volgende week dinsdag zullen er weer veranderingen in komen in de maatregelingen. En ze verwachten dat de productie van fabrieken en dergelijke weer open zal gaan. Dus dat de economie weer kan gaan beginnen in Italië. En daar zijn we uiteraard ook heel erg blij mee. Want dat betekent dat wij ook weer kunnen doorgaan met het voorbereiden van het seizoen van onze glampings. Het gaat hier allemaal goed. Met mij en met mijn familie, met mijn collega's. Niemand is ziek, nog steeds niet. En ik ga ervan uit dat dat niet meer gaat gebeuren. Zoals jullie weten zijn wij vorige week vrijdag begonnen met de mini-disco voor jullie kindjes live op Facebook om 5:00 middags. Deze appointment zullen we komende vrijdag ook weer hebben. Dus zorg dat je erbij bent, dat jullie kindjes erbij zijn. Het heeft een enorm succes gehad en we hopen dat het komende week nog een groter succes gaat worden. We hebben ook wat nieuws die we jullie zullen vertellen op vrijdag na de mini-disco. Dus nogmaals, heel veel leuke ideeën voor jullie kindjes. Kom even kijken, ook al heb je geen kindjes, kom even luisteren wat we te vertellen hebben. En ik hoop dat dit heel snel weer voorbij zou zijn en dat we weer kunnen beginnen met een normaal seizoen. En dat we elkaar deze zomer nog hier in Italië kunnen zien. We don't give up. Blijf thuis. Zorg dat je gezond blijft. En we zien elkaar heel snel. Dankjewel. Ciao.